but I guess you got work to do. Geloof het of niet, maar ik word wakker bij hun kampje. Ik heb hier maar een tukje gedaan. Omdat ik zeg maar op klaarlichte dag wilde zoeken naar de leeuwen, niet in de nacht. Dus een hele goede morgen beiden. Good sir. And then your work is done. Ik ga mijn best doen. Wat zit er in die koffer? Er zit wel degelijk wat in die koffer. Moet ik even kijken wat erin zit of worden ze dan heel boos? Kijk nou die beesten liggen. Wat is dit? Er zit wel degelijk wat in en ik kan het niet openen. Hallo, ligt het nou mij? Of is die kat nou weer weg? Oh, wacht, dat is de derde wagen. De kat ligt daar. Ik schrok al. Hier moet de leeuw in. Wild animals. What the fuck, dat beestje ligt ook nog te slapen. Het is namelijk 6:30 ochtends. En de beestje ligt gewoon te tukken. Nou. Op naar de volgende stap in deze missie. He's British, of course. Stap 4 inmiddels. Op naar de leeuw. Ik ben benieuwd. Hey there, mister. Dan zeg je toch niks? Oké, een heel bekend gebied waar het in ieder geval moet zijn. Ik heb er alvast een markering op neergezet aan het begin van deze aflevering 32. Het is namelijk de Emerald Ranch. Ik hoop in ieder geval dat jullie zin hebben in deze aflevering met me mee op avontuur gaan. Alvast een like achterlaten om je support op de serie te showen. En we gaan blijkbaar een leeuwtje redden. Of in ieder geval proberen te zoeken. De chaos. Het is fucking... Hoe laat is het? Kijk daar boven in beeld. Het is 6:15 ochtends. Kijk deze mensen staan. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here! Oh yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, if you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go home. Hallo? Dat wat ik hoor klinkt niet echt als een hond. What the hell? Die leeuw maakte natuurlijk gewoon jacht op alles wat hij buiten zag lopen. Paard dood, koe dood. Shit!
ik snap heel de sidequest inside joke dus nu. Nu verwacht je dus eigenlijk geen wild dier. En dan... Bam, 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 bam. Heb je wel degelijk een wild dier. Is he dead? I pray that thing's a goner. Arm-based. Dit was dus inderdaad geen hond. I've never seen one of those before, and I hope I don't again. Amen to that. Check dit beest. Ik vraag me alleen enorm af. Waarom ik in godsnaam alleen een poot pak. Het geluid wat hij maakt, hè? Hoe ziek. Het is nu net Far Cry. Nee, kijk, er blijft ook maar een kruisje bij zijn korp staan, dus... Je moet dit beest toch verder kunnen looten, man. Of op zijn minst kunnen meenemen op mijn paard. Neem je alleen een pootje mee? Hoe kut. Oké. Okay. Zo leefde de Emerald Ranch helemaal niet. En zo hebben we een leeuw. Ik had dus echt niet verwacht dat dit dus nu opeens wel een echte leeuw was. Na alle fake ones. Honden die verkleed zijn als leeuw. Cougars en wilde katten die verkleed zijn als tijger. En een ezeltje geschilderd als zebra. En dan opeens heb ik nu een echte leeuw. Dat mag je wel eens even gaan uitleggen. Er zijn daadwerkelijk slachtoffers gevallen namelijk. Echt jongen, wat een gast. En ik ben daarna eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar die missie van Maika. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. A man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking you for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell. This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is. You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Holy good time, my dear. An emerald. An echte emerald. Really? Hoe dan? Ik wil zo weten wat zijn waarde is. We gaan naar het kamp. We gaan kijken bij de ledgers, zeg maar. Daar waar je geld kan geven en dingen kan doneren. Dan gaan we even kijken naar de daadwerkelijke waarde. Hallo, spring eens op het paard. Wat zijn we aan het doen? We gaan dan even kijken naar de daadwerkelijke waarde van deze emerald. Wat een gast, hé. Tjonge, jongen.
En dan gaan we de missie van Micah doen. Die missie van Trelawney, ja, die was ook best wel vet. Beetje klein, maar dat is juist leuk, weet je wel. Leuk voor de afwisseling. Dan gaan we nu die shit van Micah doen. De vorige Micah-missie was echt één grote ramp. Echt één grote ramp. Hij verzint altijd de gekste dingen. Er vallen veel te veel slachtoffers. Het is slecht voor onze honor. En niet alleen voor de honor. Ook gewoon voor wanted level. We hebben allemaal bounties gekregen door hem. Het is echt een domme gast. Tried that plan over there, and it was like a gunshot. Oh, the one with the pink flowers, tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Some things you learn the hard way. Yeah, you can say that again. Mind yourself out there. Unlikely anyone will be around next time. I will, friend. I will. I'll stick to the market from now on. Deze paarse bloemen heeft hij gegeten en hij ging compleet over zijn nek. Herb. Pick and examine. Poisonous herb. Use it in crafting to apply poison to weapons like throwing knives and arrows. Hij at even dit plantje op. Hij zegt het voelde gewoon als een gunshot, als een kogel, als een wond van een kogel. Auw. Hij had wel echt mazzel dat ik dan langskwam. Ik dacht eerst hij is veranderd in een zombie half of zo. Wat is dit voor een of andere Red Dead 1 DLC reference. Daar zat die Undead Nightmare in, right? Ik vond dat wel een hele vette DLC trouwens. Het was wel wat ver gezocht natuurlijk waar de curse vandaan kwam. En waardoor er zombies waren. Het was wel wat ver gezocht. Maar de manier hoe Rockstar dan zo'n zombiewereld vormgeeft was zo nice. Dat was echt prachtig. Zo stijlvol, zo luguber. En de physics van die zombies waren ook gewoon goed. En de cutscenes waren vet gewoon. De hele sfeer in die wereld was veranderd, puur doordat er zombies waren. En eigenlijk als je kijkt naar deze wereld, zal het voor deze wereld precies hetzelfde gelden. Als je hier opeens zombies in pleurt, de een zal het verschrikkelijk kut vinden. Maar als ik me bedenk hoe goed ze die DLC in Red Dead 1 hadden uitgewerkt, dan zou het in deze game ook weer precies passen. Dat zou gewoon eigenlijk heel erg vet zijn. Oké, jongens, laat ik kijken hoeveel die emerald waard is. Ik ben heel benieuwd. 50. A large emerald, a gift from Margaret, the animal handler. Dus een gold bar 500 is dat meteen waard. En een emerald, zo'n soort van diamantachtig ding. Oké. Je kan echt wel veel in één keer meenemen trouwens. Dat is niet normaal. Doordat ik nu dat nieuwe ding heb. Het nieuwe tasje om mijn nek. Kan ik echt veel meenemen.
Oké, ik had de waarde op zich wel hoger ingeschat hoor. Ik had het toch al minimaal 100 ingeschat omdat het zo'n speciale emerald was. En vooral de grootte van dat ding. Het is echt een enorm ding. Ja, toch niet goed ingeschat ofzo. Ja, 50 is ook niet verkeerd. Voor een uitbetaling voor een missie is 50 niet verkeerd. Zeker als je beseft dat heel veel missies heel weinig geld maar uitbetalen. Greatly expensive carrying capacity for all item types. Ja, ik heb hem toch wel degelijk geselecteerd. Dus ik moet meer dan 5 in één keer kunnen hebben, denk ik. Hoe laat leven we? Het is precies 12 uur 's middags. 11:45 's middags eigenlijk. Ik ben benieuwd wat de missie van Micah is. Laten we het aanhoren. Micah. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Anyway, somehow it didn't, but... We got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parlay? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Ja, joh. Uncle zweeft. Die zit op de gitaar die ik een slangenleertje heb gegeven, maar goed. Oké, kleine glitches zitten natuurlijk in de game. Het is en blijft een game. Fine. Kan ook niet anders. Mount up then, Morgan. Let's go then. There's my boy. That's good. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had... Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look. You ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there,
find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Ik ben heel benieuwd, man. We hebben al zo lang niks van de O'Driscolls gehoord. Ik heb ze in mijn hunting-avonturen, op het moment dat ik ging jagen, wel een paar keer getrotseerd. Hey, aangevallen ook. Men on the ridge. O'Driscolls, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big. Caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. You're a good boy. All right, cowpoke. There's a missy. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Go to the observation position. Wat me opvalt, ik heb mijn paard net zelfs een horse mule gegeven. Dat is zo'n speciale gouden mule, die ik dus nu ook niet meer in mijn lijstje heb. Die moet je echt kopen bij de stables. En alsnog blijft zijn held van dit paard rood knipperen. Ik borstel hem, ik voeder hem, ik pet hem. Gasten, geef me er een tip over. Als je het weet, beantwoord hem nu onder de video. Anders ga ik hem zelf opzoeken, maar hier, links onderin, hij blijft steeds rood worden. Het is een beetje vreemd. Het is wel een beetje vreemd, want het is net alsof dit een secret spot is. Dit is toch juist super makkelijk te zien dat ik hier gewoon op die rand zit te chillen. Oh, ik kan daar niet naartoe kijken, want het is een standaard missie. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch?
to bring you in? Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Got a sense. Handing him over to the lots. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Colum's right, we can draw them all back. He's escaping. Shoot him. Relax. Relax. I got him. Oh, I got him. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Dit was echt het domste idee van Maika ever. Godver. Helemaal kut. Finally. Put his weapons over there. Ja, wie komt er dus nu redden is de vraag. Is het een Lenny? Is het een die andere guy met die lange staart? Het is nu echt heel erg gevaarlijk aan het worden. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. How's Will? I hardly feel it. You will. Septic, say nice. Now, tell me, fine gun like you, why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached true. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Was wel echt weer een goed plan van Maika. Toch wel blij met hem.
You can swim. Wow, really? Ah. Yeah. Kom op, er komt een swing in. Godver, dit is echt fucking vet gedaan. Zwaar gewond nog. Ik kan mijn Deadeye niet gebruiken. Je ziet, al mijn cores zijn bijna leeg. Omdat ik hier half stervende ben. Het enige wat ik heb... zijn throwing knives. Midden in O'Driscoll territory. Wat is hij nog doen daar? Het is één ding torturen een man. Het is een andere ding putting hem door stories van het homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Sick shit. What's it in this chest? What's it in this chest? God, recover artist weapons. En wat voor Cattleman en Flaco? Ik ben gewoon klaar. Ik kan hier gewoon zo lekker vluchten nu. Morgan's out! Damn it! Kijken wat zat er bij items. Ik kan sowieso dit nemen. God, ik ben zo gewond. Get that boy and tie a hole around it.
Oh my god, there's Joop. Joop was neer. Fuck, ik was gewoon door Joop zijn kop aan het schieten, puur omdat ik zo afwezig was. Nou, die komt wel weer goed. Jullie snappen dat ik die guy ben die alles loot en dat de Driscolls gewoon aanpakt, hè? Hoe meer er sterven, hoe beter, anders kunnen ze weer een comeback op me maken. Ik weet het, ik ben nog zwaar gewond, ik heb overal pijn. Maar een hoedje. Ja, daarvoor buk ik wel, hoor. Jongens, ik heb ze gewoon allemaal neer. Ik hoefde niks stel te doen. Ik heb ze allemaal. En Joep leeft gelukkig weer. Gelukkig is mijn eigen paard niet dood. Anders was ik echt heel fucking pissig geweest. Oké, okay, alles opgepakt wat ik op kon pakken, Joep. We gaan er vandoor, oude pick-up bij. The O'Driscolls are searching the area for you. And they have patrols along the road. Ik zie het, ja. Ik moet ook helemaal daarheen. Misschien is het handig als we dan dus niet hier het standaard routetje gaan nemen. Met hoe slecht ik me al voel. Een beetje vaag, want inmiddels zijn mijn cores alweer vol. En heb ik alsnog zulk vaag zicht. Zo vaag dat ik hier niet eens voorbij kom. Maar ik probeer natuurlijk gewoon de grote en standaard weg te ontwijken. Hoe kut trouwens voor de O'Driscolls dat je zoveel macht denkt te hebben, dat je ze bijna allemaal gevangen hebt, inclusief mij. En ik daar zo zwak in je kelder hang en alsnog ontsnap. Dan heb je toch wel gefaald. Come on boy, get me home. Ja, dat geweldige paard. Tjongen, ik ben het dood, maar paard ook, hè. Ik schrok me dood, jongen. Ik vraag me af waarom niemand voor me is komen zoeken. Arthur! Arthur? Arthur! I told you it was a sub, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help! Reverend Swanson! He's gonna set the law on us! Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan,
Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Orton. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty intense. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Few weeks later, okay. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Jongen, zijn we nou in act 4 aangekomen of? Blessed are the peacemakers. Ik was gewoon te eigenwijs. Te eigenwijs om sneaky weg te glippen daar. Ik wilde ze gewoon dood hebben. Ik werd een soort van pissig ofzo. Het is me wel gelukt. Fuck. Ik zag niet wat daar stond nu. Ik hoop zo dat ik het in de edit terug kan zien. Your beard won't grow any longer, stond er. En dat is dus niet wat ik wil. Ik wil het juist verder laten. Zo, dat ziet er erg netjes uit. Guys, ik ga hier bij de part eindigen. Om de volgende part voor jullie terug te zijn. Met nieuwe progressie, nieuwe missies, nieuwe story, nieuwe alles. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. Ik ben best wel geschrokken van hoe dit fout ging. Kut Maaike, again. En tot de volgende, guys. Peace.